Ja, mijn naam is Henry van der Most, aannemer in Noordoost-Nederland, actief in de meeste deelsegmenten van de markt. Woningbouw, villabouw, bedrijfsgebouwen, renovatie en een stukje interieurbouw. Wat heeft de politiek van perspectief te bieden aan de bouw? Het allerbelangrijkste wat de politiek moet doen is duidelijkheid bieden. En je ziet dat er juist op het woondossier op dit moment heel veel onduidelijkheid heerst. We gaan niet Keynesiaans zitten investeren om de bouw maar een handje te helpen. Wat we wel doen is zoveel mogelijk infrastructuur in Nederland om te zorgen dat onze vrachtauto's kunnen doorrijden. Dat we in Nederland ons geld kunnen blijven verdienen. De slogan is de bouw maakt het. Mijn stelling is dit kabinet kraakt het. Nou, ik denk dat het belangrijkste perspectief wat we bieden is het perspectief over op de lange termijn. Veel mensen in de sector raken op dit moment hun baan kwijt, worden ZZP'er en gaan voor onverantwoorde uurlonen te werk. Wat gaat de politiek hier aan doen? Binnen 2-3 maanden moet hier gewoon een hele concrete antwoord op komen. En waarom binnen 2-3 maanden? Er komt een sociale top waarin we echt ingaan op het uit de hand lopen van flexibiliteit. Je hebt flexibiliteit nodig, maar dit is een soort, dit zijn allemaal schijnconstructies waarbij valse concurrentie plaatsvindt, waarbij bedrijven minder goed aan opdrachten kunnen komen, maar waarin ook bouwvakkers eruit worden gewerkt. Daarom heeft de ChristenUnie al ongeveer een jaar lang gepleit en wij hebben daar ook allerlei concrete voorstellen voor gedaan om te zorgen dat het btw-tarief in de bouw omlaag gaat, tijdelijk. We hebben dat eerder gedaan bij de crisis in 2009. Toen hebben we gezien dat het een hele goede impuls heeft gegeven aan de bouwactiviteiten. Mijn naam is Dirk-Jan Teel, algemeen directeur van aannemersbedrijf Gebroeders de Koning uit Papendrecht. We zijn een familiebedrijf met 80 medewerkers. We zijn actief in de civiele betonbouw, de funderingswerken en de waterbouw. Door in de bouw en infrastructuur te investeren, wordt de Nederlandse economie sterker. Is de politiek bereid om daar geld voor vrij te maken? Ja, we doen het niet voor de bouw, als ik heel eerlijk ben. We doen het voor het verdienvermogen van Nederland. De Blankenburgtunnel ontsluit de Maasvlakte, de Tweede Maasvlakte. Daar wordt ons geld verdiend. Al die linkse partijen vergeten dat nogal eens, maar daar wordt geld verdiend. En dus heb je nodig dat die vrachtauto's kunnen doorrijden. Het doortrekken van de A12 naar de A15 is van groot belang voordat die vrachtauto's makkelijker naar Duitsland kunnen. Dat levert geld op voor Nederland. Daarom doen we het. Dus mijn oproep aan het kabinet is, heroverweeg alsjeblieft die 7 miljard euro die ze nu op infra willen bezuinigen. En het curieuze is, waarom wil het kabinet nu die 7 miljard bezuinigen? Omdat ze geld wilden vrijmaken om mensen te helpen van werk naar werk. En dan zeg ik, draai het om. Als je nou investeringen houdt in de infra, dan heb je al die subsidies niet nodig voor werk naar werk. Dan heb je echt werk. Waarom investeert u niet meer in het energiezuinig maken van nieuwe woningen in Nederland? Ja, kijk, het is zo dat wij op dit moment veel investeren. De vraag is, wordt er genoeg geïnvesteerd? En deze vraag is van, kunnen we niet nog meer doen om de woningvoorraad bijvoorbeeld energiezuiniger te maken, om die te verduurzamen? Ik denk dat dit een heel belangrijke oproep is. En ik vind ook dat wij in de komende maanden, als we hier gaan werken aan wat hier in Den Haag heet de voorjaarsnota, de volgende begroting, hier veel weer opnieuw naar moeten gaan kijken. Kunnen wij geld uit de begroting zien te vinden om hierop in te zetten? Een roep uit mijn hart ook. We hebben onlangs ook weer allerlei voorstellen gedaan bij de minister van Economische Zaken om een energiebesparingsfonds op te zetten. Dat is heel goed voor twee zaken, namelijk dat we duurzamer worden, maar vooral ook dat het allerlei investeringen uitlokt in energiezuiniger maken van woningen. De bouw heeft het zwaar, ook de infrastructuur heeft het zwaar, met name het middenbedrijf, de regio's. Wat gaat de politiek doen om de infrastructuur te stimuleren, om werkgelegenheid op peil te houden en innovatie te bevorderen? Is het een idee om versneld geld vrij te maken om spoorwegovergangen te vervangen door spoorwegonderdoorgangen? Ik ken heel veel projecten in Nederland die er nu op de tocht staan, omdat het kabinet er toch heel bewust voor kiest om vele miljarden te bezuinigen op de infra. Ik vind het pennywise pound foolish. Ik denk dat de suggestie die deze meneer doet een hele goede is. Haal ook projecten naar voren. Kijk, hij geeft ook aan, maak van overgangen onderdoorgangen. Ja, dat zijn hele dure projecten, kan ik je zeggen. Maar het idee van haal projecten naar voren, en dat kan. Want we weten in Nederland wat we tot 2028 qua infra willen. Daar hebben we ook al reserveringen voor staan. Nou, vooral zorgen voor opdrachten voor bouwers. Door te blijven investeren in infrastructuur. De VVD wilde bijna 4 miljard investeren. Dat is niet gelukt in het regeerakkoord, maar we hebben wel een hele hoop overeind weten te houden. Vooral zoveel mogelijk blijven investeren. Dat is belangrijk.